Hoi! Nee, je gaat daar niet meer stoppen. Hoi allemaal! Hoi allemaal! En welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag even iets heel anders dan een vlog, want daar zijn we inmiddels mee gestopt. Ik verveelde me gisteren ontzettend erg, dus ik had op Instagram gevraagd of mensen me een paar vragen wilden stellen, gewoon voor de gezelligheid. Maar ik kreeg eigenlijk best wel vragen over de vlogs en over andere zaken die zo meteen ook voorbij gaan komen. Dus toen dacht ik, hey, laat ik eens even doen alsof ik heel populair ben. En... Dat vind ik zo goed. Laat ik eens even doen alsof ik super populair ben en al die vragen eens gaan beantwoorden op camera. Super tof. Leuk. Dus daar gaan we. De eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe gaat het? Nou, goed. Het is denk ik wel te zien. Ik voel me weer super ongemakkelijk voor de camera. Nee, maar persoonlijk gaat het prima. Ondanks alle crisisgedoe en alles. Het gaat goed. Gaat het ook goed met jou? Je zit eruit te snuiven hier, joh. Daar word je bang van. Dan is de volgende vraag. Waarom stop je met vloggen? Zoals ik best wel vaak op vlogs heb gezegd. Kwam het door een verloren weddenschap waar ik het niet over wil hebben. Maar in eerste instantie moest ik vloggen tot het nieuwe jaar. En dat heb ik verlengd omdat ik het leuk vond. Maar na 10 vlogs had ik zoiets van ja, mijn leven is nou niet zo interessant om dit nou te blijven doen. Dus ja. Maar blijkbaar vinden mensen het wel vervelend dat ik stop. Waarschijnlijk omdat jullie ook niks te doen hebben op dit moment. Denk ik. Nee, maar de reden is dus dat het na 10 vlogs wel genoeg is. En de overgang van RTV Zaanstreek naar een nieuwe locatie was wel een mooi einde. Want dan heb je meteen dat je een nieuw begin start zonder camera erbij. Zoveel nagedacht. Oh nee. En dan is er één vraag. Die eigenlijk direct al gesteld werd. En ik denk, ja, weet je, jullie weten toch al dat hij er op dit moment bij zit. Dus ik kan hem maar meteen gewoon erbij roepen. Want de eerste vraag die ik kreeg is of ik gewoon een vriendje heb. Toen kwam het erge. Jeremy en jij, met allemaal emoticons erachter, dat ik dacht, Vervolgens, verliefd op Jeremy in hoofdletters. Daarna, kan je verliefd worden op Jeremy als hij 10 jaar ouder was? Ja, zo gaat het nog even door, meneer de kamper. Mag ik er al bij komen? Nee. Is Jeremy nog beschikbaar of claim jij hem? En zo zijn er nog een paar over Jeremy. Dus, laat ik hem dus bijroepen. Jeremy de Kamper! Iedereen is best wel nieuwsgierig naar jou. Hoezo? Zo interessant ben ik daar ook. Geen idee, blijkbaar vinden mensen dat wel... Maar mensen vragen nog steeds of wij stel zijn. Nou, weet je wat leuk is? Volgens mij hebben we af en toe zelf ook zoiets van... Nou, zou het dan niet toch zo zijn? Zeg maar... Zonder dat we allebei weten dat het niet zo is. Mm-hmm. Ik snap zelf dat mensen dat denken, maar het is niet zo. Nee. Maar jij zou wel iemand zijn. Ik heb altijd zoiets van, je moet een goed gevoel bij iemand hebben of zo. Dat je met iemand dan alles kan bespreken en shit. Ja. Nou, dat kan ik wel met jou. Ja. Maar dan ben ik ook wel benieuwd inderdaad naar die vraag. Wat jij dan? Ja, weet je, de vraag van goh, kan jij verliefd worden op Jeremy als hij 10 jaar ouder was? Oh, kan jij, ja, technisch gezien kan dat altijd, toch? Ja, kan jij, de vraag is, kan je verliefd worden? Want ik denk dan, zou je verliefd kunnen worden? Ik weet het niet. Nee, maar dat... Ik ook... denk het misschien eigenlijk wel. Oeh, toch wel. Ja, dat wordt... Ja. Oh, dit is niet dat over 10 jaar dat jij 27 bent en ik 33, dat niet, zeg maar. Oh, dat kan niet. Nee, maar als jij nu 27 was geweest en de band was ook zoals nu... Ja. Nou, wie weet. Ja. Nu ben je gewoon mijn kleine broertje. Misschien is het dan juist gewoon mijn grote broer geweest. Ja. Maar dan ligt, ik denk dat het dan toch anders ligt. Omdat je bent dan meer leeftijdsgenoten. En nu ben je meer broertje. Van? Radiobroertje, zusje. Ja. Dat zeg zusje? Maar, zus. Dus wat maakt de vriendschap dus zo sterk? Tussen ja, dat heb ik eigenlijk net al beantwoord. Gewoon met praten. Ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat dus. Dus ik denk dat dat inderdaad een vriendschap. Want sommigen vinden het heel raar dat wij bevriend zijn. Want ik ben 23. Toch, de enige echte interesse die wij gemeen hebben is radio. En je hebt, dat zit heel stom, je patatje in de kroket open. Oh ja, ja. Ook inderdaad. Dan kwamen we laatst zo, Ja, dan krijg je een radiostudio, hè, microfoon. Ja. Maar dan kwamen we laatst inderdaad ook achter dat wij de enige, in ieder geval een van de weinigen zijn die een patatje in een kroket lopen. Volgende, mooiste herinnering aan RTV Zaanstreek. Nou, ik vind het best wel een lastige, maar de mooiste herinnering, denk ik toch wel, is de allereerste keer Bubbles Live.
Daar was ik niet bij. Daar was je niet daar bij was inderdaad. Ik niet bij. Maar dat was de allereerste keer dat ik mensen mocht, of echt artiesten mocht interviewen die gewoon echt wel bekend zijn. De tweede keer Babbels Live afgelopen zomer, die komt er eigenlijk al gewoon bij. Want ik heb natuurlijk mijn momentje met Mental Tio. Tweede jaar wel. Maar wat is jouw mooiste ding nu? Nou, zeg maar dat ik hier net kwam. Nou, dan ga je dus een programma maken. Sorry, mijn moeder hebt. Want ik heb net deze foto naar mijn moeder gestuurd. Jeremy, heel serieus. Ik ook ga echt... Ik vet Char. Oh! Maar goed, we gaan door. Ja. Nee, dat ik hier net begon een programma maken. Toen op een gegeven moment, toen hadden we gezegd van stoppen ermee. Ik denk een week of zo, of twee misschien, zijn we echt daarna naartoe hebben we echt naartoe geleefd, ja. Zeg maar. En toen was het dus uiteindelijk zover. En dat was wel echt, ten eerste was dat weer zo'n moment dat ik, dat was de eerste keer dat ik echt moest janken, zeg maar. Toen sowieso, dan draait het laatste liedje en dan komt daarna het nieuws. En dan weet je op het moment dat het nieuws begint, weet je van, mijn programma zit erop. Nou, dit is eentje persoonlijk voor mij. Ben jij one of the guys? In je vlogs ben je vooral onder de mannen. Nou, ik zal zeggen, ik heb het meest... Oké, die vind ik wel leuk. Ik heb het meest gevlogd natuurlijk hier bij RTV Zaanstreek, of tenminste op de oude locatie. En de omroep bestaat vooral uit mannen. Ja. Dus het is niet heel moeilijk om het enige meisje in de pand te zijn hier. Of the guys. Radio is toch een beetje een mannending, dus ja. Vind je? Nou, het is wel, ja, nee, ik, ja, persoonlijk vind ik het niet, maar mensen vinden het echt een mannending. Waarom zien we je ouders nooit in de vlog? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Mijn moeder die wil niet in beeld. Dat heb ik niet gedaan. En heel stom, mijn stiefvader dus wel weer. Maar die, dat is echt zo'n boerenpummel, die kan het allemaal niks schelen, die snapt er ook niet zoveel van. En mijn vader, ja, nou ja, dat is heel simpel. Mijn ouders die zijn gescheiden. Gewoon bij mijn moeder. Ja, en ik heb gewoon niet echt contact met hem. Ik kom hem hier dan bij de omroep tegen, omdat hij hier ook zit. Sterker nog, in de laatste vlog is hij 2 seconden te bewonderen. Echt. Bam. Nou, dat was hem. Ja. Lijkt hij een beetje op jou? Ik hoor altijd dat ik heel erg op mijn moeder lijk. Ja, vind ik ook. Welke opleiding heb je gevolgd? Oh, nou, dat is ook een interessante. Ja. Ik heb de opleiding Media Redactie Medewerker gevolgd op Media College van Amsterdam. En ik volg de opleiding Media Redactie Medewerker op het Media College in Amsterdam. Je favoriete liedje? Op dit moment... Ik weet hem. Die van jou. Oh ja? Ja, ik weet even niet hoe je heet. Dat, van die Trolls film. Ja, inderdaad! Ja, ah, dit is saai. Maar nou wil je, dat vind ik oprecht wil je dan ook die van mij weten? Ja, eigenlijk wel. Het nieuwste van de weekend, Save Your Tears. Ik word zo hij klinkt als een, hij heeft een beetje een deuntje van een ander nummer. Ja, maar dat heeft Blinding Lights ook. Ja, dat klopt. Hoe lang zit je bij RTV Zaanstreek? 4,5 jaar. Iets langer. Het is oktober 2015. Ik november 2015, dus ik dan 4,5 jaar. Nou, it's meant to be. We zijn nog steeds aan staan. En dan toch gek dat we pas 2 jaar later elkaar tegengekomen zijn. Ja, ik heb jou echt in die 2 jaar nooit gezien. Ik kwam alleen op zaterdag, hè? Ja, ik alleen op vrijdag toen. Ja, dus dat was... Ja, nou zit ik er de hele week. Zou je beroemd willen worden door je vlogs? Klinkt heel stom, maar nee. Nee, ik zou er niet... Toch met mijn eigen vlog beginnen. Aan je kop. Ik zou er niet... nee, ik hoef er niet beroemd mee te worden. Ik merk toch, radio maken, dan zien of horen mensen je alleen maar. Zien ze je niet per se. En als je iets opneemt, zien ze het pas later. Stelt met de vlogs natuurlijk, zie je ook nog later. Maar om nou echt beroemd of zo te worden. Nee. Doe mij. Ja, ik zou, als ik beroemd moet worden als radio-DJ, dan ben ik niet altijd in beeld. Maar zou je ook beroemd willen worden? Echt vast. Tot je dood. Weet ik niet. Het lijkt me op zich wel leuk. Maar ik ben bang dat als ik eenmaal beroemd ben, ik dan denk van, ik ben nou wel klaar mee. Ja, dat heb ik ook wel. Het is leuk voor de fame of zo. Nou ja, ja, de volgers. Ja, klinkt als op, maar. Altijd, je bent toch altijd wel blij als je extra geld op je rekening hebt door dat gedoe. Ja. Dat, iedereen ontkent het, maar het is gewoon zo. Ja. Maar voor de rest, nee. Ik wil ook wel gewoon op straat lopen. Terwijl ik, ik kom net uit mijn bed en ik wil alleen even bij de Albert Heijn een broodje halen. Nee, volgende vraag. Als je een jaar terug kon in de tijd en met de weet van nu, wat zou je anders aangepakt hebben? Oh, dat weet ik wel. Dat ik dan vriendschappen met verschillende mensen anders aangepakt heb.
En dan niet bepaald van, zeg maar, van één iemand, maar van meerdere mensen. Waarvan ik dacht van, dat heb ik misschien verkloot bij een aantal mensen. Omdat ik gewoon echt niet aardig op een gegeven moment ben geweest. En toen kwam dus in één keer iemand. En die was dat wel in één keer. En toen, ja, het is heel stom dat ik dat ga zeggen. Maar toen heb ik diegene eigenlijk een beetje gewoon als een soort van, is van mij. Claimen. Maar dat had ik dus anders aan moeten pakken. Want ik denk dat ik het daarom kapot ga maken. En nu moet ik, hè? Nou, doe je boekje maar open. Wat jij anders gedaan had. Ja, nee, ik ga er niet te open over zijn. Jij kent het verhaal. Ja. Maar met de weet inderdaad van nu iets beter nagedacht over bepaalde dingen. En dat is zowel op vriendschappelijk gebied als op relatiegebied geweest. Als op gewoon bepaalde keuzes. Bepaalde dingen hadden niet moeten gebeuren. En als ik gewoon mezelf niet had laten pushen, dan was het op dit moment ook een stuk fijner geweest, om zo maar te zeggen. Maar ik heb me in eerste instantie, ja, op relatiegebied ben ik heel snel gegaan op een gegeven moment. Als ik dat niet gedaan had, dan was het op dit moment heel anders gelopen. En ik denk dat het ook wel een leuker jaar had gehad. Ik ga ervan uit dat degene waar het over gaat dit niet ziet. Ach. En als hij het wel ziet, ja, hè? Jammer. Is wel leuk. Dat vind ik toch nog steeds wel leuk. Dan wil je toch dat kopje van jou zien. Dat is dan. Ik ga er niet vanuit dat die persoon dit ziet. Maar nee, dat is iets waarvan ik denk dat dat gewoon niet moet gebeuren. Als jij nou nu had, zeg maar, had je het ook echt, als ik nu aan jou de keuze had gezegd van, wil jij het jaar overdoen met de kennis die je nu weet? Had je dan gezegd ja of nee, laat me maar gewoon verder gaan? Dan zou ik hem overdoen. Maar ja? Dan was er ook heel veel niet gebeurd. Nee. Maar dan had ik op heel veel dingen had ik van tevoren al gezegd nee. Aan de andere kant zou ik hem niet overdoen, want zoals het nu gaat, vind ik het ook prima. Dus ik leid een prima leven, ik vind het leuk. Hoe het gelopen is, is het gelopen, dus nee, ik zou hem niet overdoen. Aan de andere kant, ja, ik zou het wel overdoen, want dan had me heel veel ellende geschild. Vond je het vloggen niet ongemakkelijk? Ja. Wat vind je het leukste stukje uit je vlogs? Het leukste? Ik denk toch wel sowieso de vlog met de nieuwjaarsborrel. Ja, dat dacht ik al. En ik denk dan de dag zelf, de voorbereidingen. Dat we dus de muziek testen. Dus dat ding zelf niet? Nou ja, dat filmen, dat ging en chaotisch. En ik had een borreltje op, dat was wel te merken. maar gewoon die zeg maar de voorbereidingen ernaartoe vond ik heel leuk. Dat je dat kon laten zien van, goh, het gaat best wel veel vooraf. Wil je een leuk feestje neerzetten voor 40 man? En, maar dat bleef ook echt maar 10 mensen of zo bleven er uiteindelijk over. Nou, er zijn best wel veel mensen lang gebleven. Maar zo'n klein groepje bleef over op het moment dat het echt Leuk werd. Totdat iemand zoiets had van laten cola over, dan was wel je gooien. Nou, toen was het feestje meteen over. Ja, was jouw schuld, hè? Ik weet het niet. Maar, nog steeds niet betaald. Oh. Ook dat op een gegeven moment met Loesje van de Tony Junior. Gewoon op een of andere manier, dat, als ik dat stukje voorbij zie komen, denk ik echt van, oh ja, dat is echt leuk, die voorbereiding. Heel stom. Hoe is je liefde voor radio begonnen? Oh, die is wel leuk. Nou, dat is bij mij, nou ja, dus 4,5 jaar geleden dat ik hier kwam, werd ik geïnterviewd over de verhalen die ik op dat moment schreef. Toen werd ik geïnterviewd door mij nu dan, waar ik nu met, door Tom, ja, door Tom. Waarmee ik nu dus ook al 4 jaar een programma maak. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat tot lullen door een kop, of door een koptelefoon, door een microfoon. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En hele goede naam, ik ben niet al leuk. Mijn vader zit hier ook bij de omroep. Echt? En er gaat van mij ook een foto rond als baby zijnde. Volgens mij is het een thuisstudio of zo die hij had. Iets in die richting. Dat was in ieder geval een studiootje. En daar zit ik op de bureaustoel met zo'n enorme koptelefoon op mijn hoofd. Stiekem was hij gewoon al bezig met mij indoctrineren voor de radio of zo. Ja. En het is hem gelukt. Het is hem gelukt ook. Het is hem gelukt ook. Dus het is toch zeg maar een soort van in de genen of zo. Dat ik het toch heb overgenomen. Onbewust. Iets. En ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja, dat merk je nu ook. Ik hou van kletsen. Ja. Mijn verhaal is toch iets minder speciaal dan dat voor jou. Oh. Ik zat bij mijn opa en oma op zo'n, volgens mij was het ergens in de vakantie of zo. Ja. En ik had echt niks te doen. En op een of ander moment kwam in één keer in mijn hoofd, ik kan wel bij de lokale omroep gaan werken. Dat is echt op een of andere manier in mijn hoofd gekomen. Dus ik ben naar... Werk ook. Ja. En toen ging ik dus naar de website en toen stond daar dus, en toen heb ik dus gewoon een mailtje gestuurd. En toen mocht ik hier komen. 2 weken later of zo kwam ik op gesprek.
Toen nog een aantal keer op gesprek geweest, proefopname gemaakt, toen is hij afgekeurd. Toen nog een proefopname gemaakt, toen werd hij goedgekeurd. Maar het is bij mij echt gewoon als een soort... Gewoon een opwelling zo opgekomen. Ja. Dat wil ik doen. Ja, en toen had ik echt niet verwacht dat ik 4,5 jaar later gewoon een beetje alles moet doen hier. Je moet even vertellen, het is op dit moment 10:45. Het is al 10:30, oh mijn god. En ik moet dan naar huis fietsen. Ik wil je ook thuis brengen, dat heb ik je gezegd. Ik heb er nog maar één, of dat is de laatste, het is ook wel genoeg. Dat gaat nog steeds over vlogs. Dat vond ik eigenlijk best wel een leuk compliment. Want je vlogs zijn soms beter in elkaar gezet dan menig tv-serie. Hoe doe je dat? Stap 1. Open 1. Premiere Pro. Ja, ik gebruik inderdaad wel het programma Premiere Pro. Nee, maar hoe doe je dat? Ik ben, als ik verhalen schrijf, luister ik vaak naar muziek uit films. Sprokkel ik een beetje bij elkaar. En dat wordt dan bijvoorbeeld ook de achtergrondmuziek in mijn vlogs. Dus als Jeremy dus wat stoms doet, bijvoorbeeld in de laatste vlog, komt er zo'n stom deuntje onder. Als ik daar dus naar het plafond sta te kijken terwijl het ongeveer sneeuwt, want doordat hij met het dak bezig is, zet ik ook weer zo'n stom filmpje onder. Ik heb in mijn broek geschreken dat ik dat terug heb. En jij maar... Ik heb in mijn broek geschreken. Ach, mijn hele bed zit vol. Nee, dat is niet... Ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze echt stellen van, jij bent echt gestoord gewoon. En ook maar blijven. Mensen moesten ook heel erg lachen over het feit dat ik onder die tafel lag. Dat ik eerst zeg van, ik lig hier prima. En dan werd het doorgespoeld. Nou, we laten Rowan hier maar liggen. Ja, het is, ik probeer het wel echt op een... Dat je kijkt, dat je denkt van, goh, ik heb niet mijn 5 minuten verspild. Of mijn vlog zijn soms wel lang. Ja, dat je niet zoiets hebt van, goh, ik heb 30 minuten verspild aan een vlog die niks aan is. Ik hoor wel altijd van mensen van, goh, het was leuk. Als ik het zo voor me zie, dan probeer ik wel mezelf niet als mezelf te zien. Dat klinkt heel raar. En dan gewoon maar een beetje alsof ik acteur zie en ik moet het goed in elkaar zetten. Dat is weer een beetje die fantasie in mijn kop. Okay. En dat Jeremy is ook niet Jeremy. En nee, we zijn geen verliefdestel in mijn hoofd hoor, dat niet. Want op een gegeven moment, dat wij gaan terugblikken ook, dan heb ik ook echt zo'n heel zielig liedje eronder. Maar jij maakt het dramatischer dan dat het eigenlijk is. Ja, maar dat is het dus. Ik wil, in series is het ook vaak altijd dramatisch, ja, dus ik wil wel dat mensen een beetje zitten van... Ja. Oh. Dit was het? Ja, dit was het! Aangezien ik best wel veel vragen had van waar ben ik nou stop. Heel misschien. Door de corona. Ja, dat klinkt zo stom door de corona. Ik verfilm de pleuris. Maar je mag niet naar buiten. Nee, maar als ik hier ben, kan ik wel wat filmen eventueel. Dus heel misschien komen er nog wel een paar vlogs. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Als ik een vlog moet editen, ben ik er toch dik 1,5 dag mee bezig. Echt? Ja. Oh, dat doe ik binnen 10 minuten. Ja, maar ik ben echt van het perfectionisme. Oh, en natuurlijk de ondertiteling eronder en zo. Maar dan ben ik toch 1,5 dag hou ik mezelf weer bezig. En ik werk ook nog, dus dan kan het ook nog eens verspreiden. Ja. Dus misschien dat ik nog een nou. Yay! Ik wil gewoon naar mijn huis. Dat dacht ik al. Ik wil eigenlijk ook naar huis. Nou, auf Wiedersehen. Nee, opnieuw. Auf Wiedersehen. Nou, ik kan niet eens meer Duits. Auf Wiedersehen. Ik doe het gewoon in het Nederlands. Hasta la vista. Olivaar. Hasta la pasta. Bij je paraplu. Juju. En tot een volgende vlog. Dag. Doeg. Ja, stop het kun je doen, jammer. Oh, dat is een verkeerde knopje. Ja.